Een alleenstaande moeder met 4 minderjarige kinderen is op zoek naar financiële ondersteuning om te betalen voor de heraansluiting op het SWM waterleidingnetwerk. Dit gezin verloor vorig jaar hun vader, die op tragische wijze kwam te overlijden. De moeder werkt niet en moet het gezin onderhouden met wat ze krijgt van sociale zaken. Kijk, en luistert u maar mee. Mevrouw Bagula, u bent naar Stichting 1 voor 12 gekomen met een verzoek u te helpen. Uw man is vorig jaar overleden. U hebt 3 kinderen. Uw woonsituatie is niet wat het wezen moet. U vraagt hulp. Wat is wat u eigenlijk aan Stichting 1 voor 12 vraagt? Ik wil graag water hebben, want die heb ik niet. En het is ook frustrerend voor mij en voor mijn kinderen. Want soms kunnen ze ook niet naar school gaan, omdat ik geen water daar heb. Ik krijg wel water van de familie, maar ze hebben ook problemen daarmee. Want SWM is ook daar gegaan en ik mag geen water daar gaan halen. Uw water is in principe afgesloten. Vanaf 2008 is al een hele tijd. En daar hebt u dan een waterrekening nog openstaand, in principe een openstaande rekening. Wat is nu het probleem? Want u hebt het geld niet. Dat is wat u vraagt eigenlijk. Ik vraag, dus ik heb dat geld niet om te betalen. Ik krijg wel steun van de familie, maar ze zeggen van ze kunnen ook niet alleen zoveel betalen. Want het bedrag is bijna 4000 SED. Krijgt u sociale steun? Ja. Hebt u dat ook aangegeven bij sociale zaken, dat uw water is afgesloten? Wat was hun antwoord? Ze hebben niets gezegd. Dus ik kreeg geen antwoord van ze. Wat vraagt u nu de gemeenschap om u te helpen, om uw water weer te kunnen openen? Ja, ik vraag de gemeenschap als ze me kunnen helpen om het water weer heraan te sluiten. U bent geweest naar SWM en SWM heeft gezegd... Ik ben gegaan en ze zeiden van ik moest alles weghalen, wat we oude buizen wat we daar hebben. En ik moest weer met de overlijdensakte van mijn man gaan. Maar weekend was ik gegaan, vorige week. Ze zeiden van, die buizen moeten weg. Ik moet een koperen buis zetten en dan pas weer. Dan gaan ze weer controle voor me sturen. Wij van Stichting 1 voor 12 vragen onze 1 voor 12 familie of ook zij een bijdrage willen leveren, zodat u weer uw water kunt aansluiten. U bent nu een alleenstaande mevrouw met 3 kinderen. Hoe oud zijn uw kinderen? Mijn oudste wordt 11, de tweede wordt 8 en de laatste wordt 3. En uw man is overleden. Wanneer is hij overleden? 24 oktober 2016. Was hij ziek? Hij heeft een aanrijding gemaakt. Dat is plotseling in principe. En dan bent u nu alleen met de kinderen. En werkt u? Nee, ik heb nog geen werk, want ik heb geen oppas voor mijn dochter. Wij van Stichting 1 voor 12 gaan kijken wat wij voor u kunnen betekenen. En wij zijn blij dat u ons benaderd hebt met uw verzoek om u te kunnen helpen. Dank u wel. Ik bedank meneer Vismalen en mijn vrienden die me altijd bijstaat. En al mijn problemen. Wij geven mevrouw Bagula een pakket die wij gekregen hebben van onze donateur. En die dragen wij over. Het zijn 2 mensen, meneer en mevrouw, die eigenlijk anoniem willen blijven ten aanzien van hun 5 pakketten die ze gedoneerd hebben. En u bent een van de gelukkigen die in aanmerking komt voor zo'n pakket. Alsjeblieft. En veel plezier ermee. Dank u wel. Ik bedank de heer en zijn vrouw voor de donatie die ze mij hebben gegeven. En voor mijn kinderen. Dank u. Awesome.